Dankjewel weer, hè. Jeroen, mag ik jou een microfoon geven en een handtelefoon? Ik zal straks even die andere studio in gaat. Ja, als floor manager. Ja. Straks hier live in de show muziek van Floor Jansen. Deze week de topsong met Fire. Samen met haar Finse band Nightwish heeft ze de wereld al lang veroverd. Door haar deelname aan Beste Zanger sloot ook de rest van Nederland haar in het hart. Want dat ze kan zingen, dat weet inmiddels toch iedereen. Met na al die jaren de eerste solo-single Fire en meteen topsong. Dames en heren, Floor Jansen! Ik moet je heel even beschrijven, want je ziet er enorm fierce uit met een zwarte leren broek en enorme cowboy boots. Echt rock and roll. Ja, toch een beetje metal stiekem toch, hè? Ja, dat slijt er niet uit. Niet zo gauw. Dat willen we ook helemaal niet. Nee, wil ik ook niet. Nee, ik ben nog wel gewoon Floor. Ik ben altijd Floor. Of ik nou metal zing of wat ik ook zing. Ik ben altijd lekker mezelf en ik doe graag aan waar ik me prettig in voel. Daar gaat het om. Ik kan me voorstellen dat dit vaak gevraagd wordt. Hoe heeft het zo lang kunnen duren voordat je met een solo single kwam? Nou, ik heb het stiekem best wel druk gehad. De wereld rondreizen, toeren, albums maken. I was good. Ik heb echt hele toffe dingen al gedaan. Nee, ja. dat zal niemand ontkennen. Maar ik kan me ook voorstellen, weet je wel, als dat bloed toch ergens kruipt, dat het dan op een gegeven moment ook gaat waar het niet gaan kan. En dat je, dan toch op een gegeven moment die behoefte voelt. Maar dat was dus blijkbaar nu. Nu is het moment. Nu is het moment, ja. Eigenlijk helemaal gekickstart door alles met Beste Zangers en het warme bad waar ik in belandde hier in Nederland. En het was ineens een mogelijkheid. En toen begon het inderdaad te kriebelen van, selfies schrijven en iets doen buiten metal. Zou het dan inmiddels 40 plus toch een goed idee zijn om het gewoon te gaan doen? Ja, waarom ook niet? Maar het lijkt me ook lastig als je altijd in, zeg maar, in Nightwish, het is toch een bepaalde vorm van muziek, om dat voor jezelf, van jezelf te maken en er toch een eigen draai aan te geven. Nou, het was best wel een zoektocht inderdaad. Van hoe klinkt dan Floor Jansen als ze niet metal zingt? En Nightwish is ook heel divers, dus ik doe al heel veel verschillende dingen met mijn stem, maar wel geschreven door een mastermind, Thomas Holopainen, onze songwriter. Ja, ga daar maar eens naast staan. Dat was al best wel iets van, jeetje, oké. Ja, dus ik heb daar wel eigenlijk, ik kan wel zeggen, de hele pandemie voor nodig gehad om die sound te vinden. Corona kwam als geroepen. Ja, laten we het maar zo zeggen. Ja, ieder nadeel heeft zijn voordeel, zullen we maar zeggen. Kan het zo zijn dat jij wel eens hebt gezegd dat ook als je de telefoongids zou zingen, dat het dan nog steeds mooi kan klinken? Als ik het echt meen, en het zijn hele mooie namen, en ik kan er een gevoel aan verbinden, dan denk ik dat ik inderdaad iets kan zingen wat je hopelijk voelt. Wacht even. We hebben hier rekening mee gehouden. Ja, maar met welke naam voel je wat mee? Noem eens een letter. Ze bestaan nog. Een letter. A. De A. Nou, Jeroen heeft al heel Kootwijk af moeten struinen, hoor, om hem weer een telefoongids te vinden. De letter A. We hebben hier Amerongen. Jeetje, Mina. Oké. Ongedierte bestrijding rent ook heel. Onink, 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 ons genoegen muziekvereniging. Oost-antieke klokken, Oosterhoorn, Oosterhoorn, Oostlander. Open atelier Amerongen. Je hebt niks te veel gezegd, Floor. Voelde je hem? Ik voelde hem wel. Vooral bij die klokken. Ja, mooi. Oh, ik voelde hem ook. Lachen dit. Ik denk dat ze alsnog dit boek weer opnieuw gaan uitbrengen. Ja, ik vind hem heel mooi. Ja, Amerongen, hè? Dat doet je dan. Amerongen. Die deed hem. Ja, dat was een goede afsluiter. Ja, ja, poëtisch zo'n boek. Ja. Amerongen, daar zit muziek in. Ik wil Fire horen, Lijs. Ik kan niet meer wachten. Ben jij er ook klaar voor? Helemaal klaar voor. Ga het podium vrijmaken voor jullie. Veel plezier. En topsong, hoe gaaf is dat? Ik ben helemaal stil van. Ik bedoel, als je dan toch na zoveel jaar zegt, we gaan een eerste solo plaat maken en de hele weg ernaartoe, toch iets maken wat Floor moet klinken. Ja. Misschien toch een beetje anders dan heel veel andere popliedjes. Wel pop, niet metal, maar toch, het is Floor Jansen. En dat het zo verwelkomd wordt, het is gewoon een droom. Nou, mooie kan je niet beginnen. Live in de ochtendshow Fire, Floor Jansen. Get out of this bed.
misschien dat het een verkoelende lentebries was. Nee. Het was de stem van Floor Jansen die zorgde voor kippenvel op je armen. Tenminste, bij mij wel. Dankjewel. Dankjewel. Fire Topsong deze week. Nou, je hebt net even bewezen dat dat volkomen terecht is. Veel mensen die twijfelen zelfs of het wel live is. Nou, het was live. Zeker wel. Flo, blijf nog even staan. Want we gaan, ik kan wel zeggen, een van de meest populaire rubrieken van de Nederlandse radio. En daar hebben we je even voor nodig. Het is 8:50. Tijd voor het 8:50 journaal. Even de boel bakkie koffie erbij, want Jeroen ruikt een primeur, geloof ik. Ja, want in de studio is Floor Jansen. Floor, goedemorgen. Wat leuk dat je er bent. Ja. Jij gaat sowieso de festivals af, maar je hebt nog leuk nieuws ook daarover te vertellen, begreep ik. Ja, ik heb een nieuwtje. Vertel. Een nieuwtje. Zijn jullie klaar voor? Ja, zeker. Bom. Ik speel op Pinkpop! Ja, maar dan solo, hè? Ja, solo. Ja. Dat betekent inderdaad niet alleen met Nightwish, maar ook solo. Dus en-en. En-en. Ja, ja. Wat leuk, man. Dubbel pret voor die geluksvogels die kaartjes hebben. Ja, en voor deze geluksvogels. Ja, dat is voor jou natuurlijk ook te gek. Heb je al genoeg solo-repertoire voor een solo-show, wat dat betreft? Ja, ik heb er al een paar gedaan. Dat nemen we lekker mee. Weliswaar is er maar één echte nieuwe song al van mij uit. Er komt nog veel meer. Maar ik heb stiekem toch wel 20 jaar muziekgeschiedenis die breng ik. Dus dat pak je dan toch even mee. Ja, Paaspop was ook heel goed. Tenminste, we hebben lovende reacties gelezen in de app. Maar wat een leuk nieuws. Songfestival 2023, kunnen we dat al regelen? Oh, ja. Ja, want wij zien kansen, Floor Jansen. Voor Nederland. Ja, we gaan dansen met Jansen. Ja, ik denk dat Jansen stiekem best wel een beetje druk is met alles. Maar ik vind het wel een eer dat jullie het zo zien. Oftewel, Cornald Maas, we weten dat je luistert. Wij voelen hier een opening. Nou ja, ik heb met dat Fire serieus wel zoiets. Nou, als je dat zou brengen op het Songfestival, je pakt iedereen in. Nou, ik vind het helemaal te gek. Ja. Dankjewel. Jeroen, hier nemen wij genoegen mee, denk ik, hè, voor nu. Ik denk dat het gewoon even... We hebben het opgegooid, dan kunnen we volgend jaar zeggen... We zeiden het vorig jaar al. Ja, wij waren de eerste. Floor, dankjewel. Fijn dat je er was. Vond ik ook. Tot gauw. Dankjewel.